Hoi, hey, leuk dat je mijn filmpje hebt aangeklikt. Je kijkt naar Stampin' Up! In het zonnetje. Elke week maak ik een filmpje, die zet ik op zondag online. En iedere keer probeer ik te variëren in de rubriek. En dit keer heb ik weer een techniektip voor je. Zelf ben ik dus Sandra Kleine en mijn website is sandrakleine.stampinup.net. En hier zie je ook nog mijn mail staan. Wil je meer weten over Stampin' Up? Wil je iets bestellen of weet ik veel wat? Je kunt altijd even contact met me opnemen. De techniektip van vandaag is lekker strak zwart-wit en lekker scheef plakken. Ik ga je van alles en nog wat laten zien. Vooral in de hoofdrol vind ik eigenlijk de Silly Goose. Dat vind ik een hele grappige stempelset. Hij staat in de voorjaarscatalogus. Dat is dit ding. Die kun je ook online op mijn website helemaal onderaan de pagina vinden. Dan kun je hem digitaal bekijken. En dit is een papieren exemplaar en op bladzijde 27 staat de Silly Goose. Wat er grappig is, dat het dit keer in deze gids nieuw is, is dat soms zie je C en P staan. Dat betekent dat je kunt kiezen tussen de clear, of nee, dat heet tegenwoordig cling. Cling stempels, dat zijn die rode rubber stempels. Of je kiest voor de P en dat is fotopolymeer, dat zijn die doorzichtige stempels. Dus je kunt bij sommige sets kiezen waar jouw voorkeur naar uitgaat. Nou, ik word helemaal melig van deze leuke gansjes. En daar ga ik dus vandaag wat mee maken. Ik ga je van alles laten zien. Want Stampin' Up! Is heel leuk, maar je kunt het nergens in een winkel bekijken. Dus het is ontzettend handig dat wij allemaal van die demonstrators zijn. Die weer van alles en nog wat online laten zien. Dus er komt van alles voorbij. Behalve de Silly Goose heb ik ook een soort hoofdrol in gedachten voor dit leuke glanspapier. Dat is dit. Dat zijn grote vellen. En deze heeft kleine structuur, ribbeltjes. En het heet in het Nederlands glanzend papier met textuur. En het is in het Engels textured shimmer paper. Dat heeft drie kleuren. Dit parelmoerachtige wit. Het lichtblauwe balmy blue. En dit groenige is shaded spruce. Daar heb ik dus al mijn kaartjes mee gemaakt. En ook dit staat in deze gids. En dat staat achteraan heel handig in een overzichtje. Het is dit. En wat ik nu nog hier onder me heb liggen, onder het boekje, dat is het fine shimmer papier. Ook drie kleuren. En het glanst en glittert best mooi. En dat vond ik leuk om dat eventjes te gebruiken op mijn kaartjes. Zo'n heel pakket met die zes, dus twee keer... Twee keer goud, twee keer groen, twee keer paars. Is dus zes vellen. Kost €12,25. Als je dat al net een beetje te veel vindt, dan kun je altijd even contact opnemen met me. Want ik organiseer ook altijd samen delen pakketjes. Dan koop je bijvoorbeeld maar een half pak of een kwart pak. En betaal je voor alle velletjes een stuk van 15,2 bij 30,5. Kost dan €3. Dus dan kun je altijd, mijn gegevens staan daaronder. Er komt natuurlijk ook van alles en nog wat voorbij uit de gewone collectie, de jaarcollectie. Dit is echt heel mooi spul. Ik was in eerste instantie een klein beetje afgeschrikt omdat iemand zei dat het heel stug is. Maar dit is het. Dit is de paarse. Het is lekker spul. Lekker stevig. Maar werkt ontzettend mooi ook nog steeds om te verwerken in een kaart. Het is helemaal niet dat je denkt van wat een dik karton is dit. Nee, het werkt heel mooi. Oké, okay. Silly Goose, spulletjes, ditjes en datjes. We gaan aan de slag en zoals ik al zei, er komt van alles voorbij, zodat je weer lekker veel producten kunt zien en dan ook makkelijker, denk ik, een keuze kunt maken van, goh, dit vind ik leuk en dat zou ik misschien wel eens een keertje willen hebben. Of je hebt het al in de kast en denkt van, hé, wat is dat nou weer grappig bedacht, ga ik ook doen. Nou, let op. Ik ga je dus ook meenemen in mijn sortiment van creatieve brein. Want ik ben begonnen met dit kaartje. Dat vond ik uiteindelijk, dit is een zomaar toevallig ontstaan kaartje. Want, ik leg even mijn spullen aan de kant. Deze spulletjes, een beetje aan de kant. Want het zit zo. Ik ging een open huisfilmpje maken. En met mijn open huisfilmpjes wil ik altijd heel graag van alles natuurlijk laten zien. En dan is het soms nog even aanpoten om het allemaal op tijd af te hebben. Toen had ik dit leuke Memories and More album gemaakt met deze grappige kaartjes
voor een leuk vakantieboek van te maken. Dus die heb ik al helemaal gevuld. Dat zijn geinige kaartjes. Die zitten in een klein pakketje. Dit is het als je het ontvangt en nog niet opengemaakt. Dus kleintjes en grotere. Daar kun je dus ook heel leuke kaartjes mee maken. En dit ene kaartje met dat hondje, die vond ik zo lollig. Dus die had ik apart gelegd. Dus toen was ik er bezig met mijn open huis voor te bereiden. Ik dacht, oh, dit hele grappige hondje, die moet natuurlijk nog even een leuk iets aandacht krijgen. Toevallig moest ik natuurlijk voor mijn open huis ook mijn tafel opruimen. Kwam ik dit kleine papiertje zwart-wit geblokt tegen. Ik dacht, hey, dat is wel grappig om te doen bij dat hondje. Die is ook een beetje met zwart-wit. Toen dacht ik, hey, ik had net dit pakket binnengekregen. Denk, oh, ik moet misschien ook nog even snel wat maken met dit leuke textuurspul. Toen dacht ik, hey, toen lag dit dus ook op mijn tafel. Toen dacht ik, hey, dat is Balmy Blue. Dat is ook Balmy Blue. Als ik nou nog eens een klein stukje daarvan afsnijd en ik ga alles even zo kriskras neerleggen, dan heb ik een hartstikke grappige kaart. En zo ging dat dus. Toen lagen er ook nog toevallig leuke 3D hartjes die ik had gestanst op mijn tafel. Dus zo kun je echt zomaar een toevalstreffer. Heel leuke kijk. Dan zeg ik, jammer dat dat ene zwarte gevalletje is er dus afgegaan. Dat is niet de bedoeling. Maar die had ik wel al toen straks gevonden. Maar toen vroeg ik me al af, waar zou die van af zijn gekomen? En dit is mijn voorbeeldkaartje. En daar ga ik mee werken om met deze leuke Silly Goose iets te doen. En ik heb zoals altijd lekker veel voorbeelden. En ook hetzelfde systeem toegepast op, met een paar andere stempelsetjes. Dus de Silly Goose heb ik voor gekozen om te kopen in het doorzichtige fotopolymeer. Zodat ik ook heel makkelijk de tekstjes mooi recht kan stempelen. Daar hou ik wel van. De Silly Goose. Even kijken dat ik ook alles ergens neerleg dat ik het weer terug kan vinden. Voor het zwart-wit papier op de achtergrond van mijn kaartje heb ik dit keer gewerkt met dit zwart-wit papier. Dat staat in de jaarcollectie. Dat is deze gids. En dan hebben we dat hier staan, perfectly penciled, perfect getekend. Dan ben ik het opeens weer vergeten in het Nederlands. Zwart-wit, niet strak, maar een beetje, ja, weet ik veel, niet in en in zwart zoals je ziet. En wat ik ook heb gebruikt is dit papier. Dit is wel in en in zwart en ook heel strak. En dit papier zit nog steeds in de koopjeshoek. Dat is in het Engels all together, maar in het Nederlands is met z'n allen. En zo'n pakketje zwart-wit papier, dat is met allerlei verschillende zwart-wit patroontjes, is maar €5,60. Dus tip, de tip van de dag. Goed. Dit is mijn beginnetje geweest. Toen dacht ik, ik ga dit precies zo maken, maar dan met mijn gansjes. Mijn eerste ding wat ik maakte was dit. Die ga ik nu ook maken. Mijn eerste idee was dit voorkantje. Even lekker stempelen en dan ga ik met mijn Blends stift het hele kaartje een kleur geven behalve mijn gestempelde gansje. Nou, dat vond ik best wel leuk geworden bij deze. Dus toen was ik wel tevreden. En toen ging ik door natuurlijk, want niet één voorbeeldje maar voor in een filmpje. Toen kwam ik op dit kaartje. Dit heb ik helemaal met soft succulent op de achtergrond getekend. Toen dacht ik, ik ben niet helemaal overtuigd of dit er nou wel echt zo uitknalt. En toen dacht ik, ik doe misschien een beetje ingewikkeld. Want het kan natuurlijk ook heel goed andersom. Gewoon op deze manier. Precies hetzelfde gedaan. Maar op gewoon een stukje soft succulent kaartstok kaartpapier geplakt. En voor de rest hetzelfde. En dit heb ik zo doorgezet. Zo ga ik ze maken zoals dit concept. Voor dit kaartje met die cijfertjes heb ik de cijfertjes gebruikt uit deze set. Ook het hoera hoera komt hier uit. Dat is het warm welkom. En deze stansen set, daar zitten deze kleine cijfers in. En die heb ik dus gestanst op foam sheet. Laat ik dat zo meteen nog even aan je laten zien, want het ligt hier wel voor me klaar. En daardoor krijgt het een beetje meer dat het omhoog komt en staat ook heel leuk. En dat heb ik gedaan met zwart glitterpapier. Dus het is allemaal zwart, wit en één kleur. En lekker strak en scheef plakken.
Zo. Dus mijn idee is, ik ga nu deze maken met het zwemmende gansje. En dat ga ik proberen te maken zoals dit kaartje. Dan heb ik nodig de volgende spullen, vooral mijn notitieboekje. Ik heb een paar stukjes papier dan dus nodig. En dat is dit. Ik begin met het eerste stukje. Daar heb ik voor gekozen, de kleur Fresh Freesia. Want dat is ook de kleur van dit glanzende glitter shimmer papier. Dus ik heb Fresh Freesia. Mijn eerste kaartje is 7,5 × 10,5. Dan komt mijn zwart-wit papiertje. Dan heb ik deze gekozen met die bloemetjes. Dat vond ik leuk bij dat vrouwelijke gansje die daar zwemt. Dit is 8,5 × 11 cm. Dan komt mijn glanzende stukje papier. En dat is 9 × 12. En het grootste stukje papier is gewoon zwart. En is 9,5 × 13 cm. Dan heb ik nog mijn basiskaart. Ik heb weer een halve A4. Dit keer in de lengte doorgesneden. En in het midden een rillijn gegeven. En daardoor krijg ik een front basiskaart van 10,5 × 14,85 cm. Ik probeer ook altijd allerlei tekst nog in de tekst onder het filmpje te plaatsen. Dus dan kun je aanklikken met een pijltje of zo. Dan klapt die hele tekst eronder uit. Dus ik probeer dat wel altijd keurig te doen. Ik ga even mijn basiskaart nu plat drukken. En dan heb ik mijn stukjes papier. Dat is echt super handig, want ik hoef daar verder bijna niks meer mee te doen. En ik heb mijn beginpunt. Mijn stukje Fresh Freesia 7,5 × 10,5. Daarop ga ik dat gansje doen. Het gansje heb ik al gestempeld op gewoon een stukje stempelpapier. Basic White van Stampin' Up, wit stempelpapier. Ons fantastische handige schaartje met... Oh, die had ik best wel even iets schoner kunnen maken. Dit schaartje die knipt echt fantastisch. Super scherp, mooi smal en tot aan het puntje kun je super perfect knippen. Hier zijn geen stansen bij het gansje niet. Dus je moet het ouderwets met de hand doen. En daar heb je dan natuurlijk de ene keer wat meer geluk mee dan de andere keer. Maar als je, zoals wat ik nu heb gedaan, even stopt met knippen, omdat je dat even handig vindt, kies dan altijd een moment waarop je een scherpe punt krijgt. Dus niet in een ronding stoppen, maar altijd eventjes op een plekje waar dat minder opvalt. Dus bij een hoekige punt. En als ik nou zoals hier om de bocht moet met mijn hoedje, dan is het de bedoeling dat het zo'n mooi rond hoekje wordt. En dan doe je het papier een beetje vooruit in de schaar. Ik weet niet hoe ik dat precies moet zeggen. En nu zit ik weer in een recht stuk, dus dat is lekker makkelijk. Even wat ruimte eromheen laten. Dan maak je het jezelf alleen maar makkelijker mee. Want of het dan een keertje iets meer of iets minder ruimte is, dat doet er dan niet zoveel toe. Ik heb natuurlijk alvast een beetje wat voorknipjes gedaan. En dan hier dus weer dat in de schaar laten lopen. Even recht oversteken. En hier komen nog weer twee golfjes. Nu. Zo. En dit zijn altijd lastige stukjes als je hier tussenin moet. Dus dan kies ik er altijd even voor. Probeer het zo ver mogelijk te doen. Dan knip ik dit weg, zodat ik iets meer ruimte of minder rommel heb, zeg maar. En ook hier weer ben ik gestopt in een hoek. Dus hier weer laten doorlopen in de schaar. Dus niet te vooraan in de schaar beginnen, als je begrijpt wat ik bedoel. Niet daar beginnen, maar iets daar, zodat je hem langer door kan laten lopen. We proberen namelijk zo min mogelijk te hakkelig te doen. Is dat zo'n woord? Zo. En ook hier weer die snavel ietsjes mee laten lopen. Oh, dan zit ik er heel dichtbij. En daarom is het ook zo dat je niet te... Het witte randje eromheen is soms iets breder en de andere keer wat smaller. Maar dat is helemaal niet storend. Mijn lieve schattige gansje, die gaat nu opgeplakt worden in de linkerhoek. Dat heb ik met eigenlijk alles gedaan. Zo'n beetje omdat dat
vond ik zo leuk staan bij dat hondje. Gewoon een klein beetje lijn. En kijk, daar zit een vlekje. Zo. Gewoon lekker gezellig daar met dat kikkertje in het hoekje. Ja. Dit was dat. In mijn voorbeeld heb je hier allerlei leuke tekstjes in verschillende kleuren. Zwart, wit en blauw wordt gebruikt, omdat dit ook blauw is. Dat heb ik met al mijn voorbeeldkaartjes ook gedaan. Dus dat zag je hier ook al bij het hoera, hoera, je bent jarig. En dat ga ik nu ook doen. En daarvoor heb ik hier wat liggen. Och, dan heb ik mijn ene stempelsetje vergeten klaar te leggen. Dat weet ik nu alweer. Ik heb hier het woordje hallo met een hele lekkere vette letter. En ik heb hier het woordje vriendin. Dit wilde ik je laten zien, want dit komt uit de stempelset Hof van Eden. En de hele stempel is lieve vriendin. Die heb ik door de midden geknipt, zodat ik alleen vriendin heb. Zodat ik dat ook eens, hallo hallo vriendin, niet meteen lieve vriendin is natuurlijk hartstikke lief. Maar gewoon vriendin vind ik ook leuk. Sorry. Deze ga ik gebruiken. En ik ga dus hallo gewoon stempelen rechtstreeks op mijn paarse papier. Oh ja, de tip dan is dan dat je dus eerst moet stempelen en dan die gans op moet plakken. Want als je stempelafdruk niet mooi is, kun je nog aan de andere kant. Dus de lat ligt nu weer hoog, want ik heb weer te snel de gans opgeplakt. Dus ik ga nu doen hallo. Gewoon met de zwarte inkt. En voordat ik mijn tweede hallo doe, of überhaupt voor je de eerste hallo doet, ga ik even vriendin stempelen, want dan kan ik weten waar ik dat neer ga leggen. En het woordje vriendin ga ik stempelen met de bijpassende kleur inkt Fresh Freesia. En al dat papier, die inkt, de stempelblokken, alle materialen, gereedschap en dergelijke, dat staat allemaal in die jaarcollectie. Dat kun je ook allemaal gewoon online in de webshop bekijken. Dit is natuurlijk een lastig gevalletje, want ik kan niet zien wanneer ik recht stempel. Dus ik heb het me even in de inkt gedaan. Dan ga ik even proberen met mijn lijntjes op dit papier. Om te kijken als ik denk dat die recht is. Is die dan ook echt recht? Hij loopt ietsjes omhoog. Dus ik ga weer doen alsof ik denk dat die recht is. Hij liep wat omhoog, dus moet het in stukje een klein beetje naar beneden gekanteld. Kijk of dat lukt op dat strookje. Proberen zo recht mogelijk. Dan ietsjes naar beneden. Tadaa! Jongens, het is toch niet te geloven? Ik doe het gewoon in één keer goed. Dat is ook, dat mag ook wel eens een keertje gezegd worden. De snijmachine. Want nu ga ik mijn strookje natuurlijk afsnijden op de juiste maat. Daar kan nog wel ietsjes van het vriendin strookje weg. Ja. En nu ga ik hem daar mooi bovenaan tegenaan leggen. En afsnijden. Daar heb je mijn vriendinnetje al. Als de vriendinnetjes allemaal zo makkelijk aankwamen waaien. Nee, vriendinnen zijn heel belangrijk en ook best moeilijk soms te vinden. Dus als je ze hebt, moet je ze koesteren. En daarom mag er best wel eens een keer een leuk kaartje naartoe gestuurd worden. Dus hallo, hallo, vriendin. Dekseltje van de lijn. Nee, dit is inkt. Hier. Ja. Dit kan allemaal zo. Ik ga dit nu gewoon eerst beginnen met opplakken. Mijn basiskaart heb ik hier. Ik heb daarvoor dus dit keer deze manier het kaartje gevouwen. Dan ga ik eerst mijn zwarte papiertje erop plakken. Zometeen heb ik meer voorbeelden voor je. Dan ene keer heb ik voorbeelden gemaakt met zwart naar rechts begonnen of met het papier zo. Dus even kijken wat ik hier heb liggen. Ik ga deze zo maken, zodat ik nog weer even lekker aan je kan laten zien wat ik daarmee bedoel. Mijn eerste stuk is dus het grote zwarte stuk papier. Dat ga ik gewoon schuin opplakken. En bovenonder een klein beetje gelijk overhouden. Rechts en links
je papiertje zo ver doen dat hij lekker scheef is, maar toch net nog even dat witte in beeld blijft. Dan komt daar dat laagje met het leuke glinstering op. Ook gewoon een klein beetje lijm. Niet te weinig lijm, want anders kun je niet goed schuiven. Van ik wil hem nog een beetje doen, maar ook niet te dicht langs de randen. Want anders als je gaat schuiven, heb je meteen misschien allemaal lijmresten die in beeld komen. Dan valt te weinig te schuiven, dan moet hij wel op dat ene plekje. Dit ga ik nu juist zo opplakken. En dat ga ik wel zo opplakken, dat dat dus iets mooi buiten het zwart komt. Maar dat hij toch nog, proberen we dan, zie, tegen het puntje of net iets binnen het puntje. En dat hij mooi in beeld komt en dus mooi kan shinen. Want het is lekker mooi, het is echt heel mooi spul, hè? Dan komt mijn zwart-wit papiertje. Die ga ik weer zo doen zoals ik ben begonnen. En nu ga ik dat dus een beetje zo scheef opplakken. Dat dat paarse glitterpapier er nog even heel mooi uitspringt. En ook niet te ver alle kanten op. Het blijft ook nog een beetje binnen het zwarte. Maar mijn paarse papier krijgt zo wel mooi de kans om aanwezig te zijn. En nu voordat ik mijn paarse papiertje op ga plakken, ga ik nog één dingetje extra doen. Dat heb ik bij niet alle kaartjes gedaan. Dag mevrouwtje. Dat heb ik niet met alle kaarten zo gedaan, maar het is wel leuk om het te doen. En net eventjes iets meer werk natuurlijk. Wat ik dus nu ga doen, en waarom ik dus ook het kaartje zo heb gedaan. Ik heb mijn zwarte bekerstwine. Dat ga ik hier nu één keer. Eén keer. Daar bij elkaar houden. Twee keer. In die hoek weer bij elkaar houden. Drie keer. Dus ik laat hem hier grappig zo verspringen. Maar juist aan deze zijde wil ik ze allemaal bij elkaar hebben. Dat doe ik altijd braaf met mijn alles schaartje. Zo. Nu ga ik dat draad een knoopje geven. Op de ene plek bij elkaar. Er zit nu één knoopje in. Oh, het zit wel mooi strak, dacht ik zo. Mijn ene uiteinde ga ik onder alle draadjes door. En nu ga ik daar knoopje 2 in maken. Dan zitten ze mooi bij elkaar. En ik kan dan bijvoorbeeld, je kunt een strikje doen. Maar als je daar even geen zin in hebt, kun je ook één lusje doen. Dus ik heb hier één lusje. En dit draadje gaat daarbij langs. Doorheen en aantrekken. En dan heb ik gewoon één gezellig lusje hier zitten. Mijn draadje was wel lang genoeg trouwens om er een strikje van te maken. Dat vind ik dan niet mooi dat dat zo draait. We zijn niet snel tevreden. Dus even kijken of ik daar ietsjes aan kan trekken. Waardoor die draad dan net een beetje anders gaat lopen en niet meer in zo'n gek bochtje valt. Ja. Het is wel een beetje een klein lusje geworden, vind ik eigenlijk. En dan ietsje pietsje korter. Zo. En, dit heb ik dan nu zo. En nu ga ik mijn paarse bovenkant opplakken. En dat ga ik doen met Dimensionals Foam. Dus dan doe ik er wel even een stuk of wat onder. Want ik hou er niet van dat alles zo instort als je het op dat paard. Dat het heuvel- en dallandschap ontstaat. Het moet mooi strak. Strak zwart-wit willen we graag. Ik zit vast aan de dimensional. Dus we hebben deze grote en dus de kleintjes. Ik vind dit echt ideale plakdingetjes. Ik gebruik ze heel graag. Zo. Moet goed komen zo. En dat ga ik nu met mijn Take Your Pick tool. Oh, die had ik al gedaan. Dat was ook zo. De achterkantjes eraf halen.
je hier een beetje mee oefent, het gaat echt heel makkelijk. Echt super handig. En die pen ligt lekker in de hand. Aan deze kant heb ik nu dus de punt erop zitten. Hier zit van het putty plakspul op. En nu gaat mijn frontje hier weer op. En dan ga ik hem met dit zwart-witte papiertje mee laten lopen, maar nog weer ietsje schever. En het graag dat dat puntje in het zwart uitkomt. Dit komt mooi daar zo weer uit. Dus ook mijn zwart-wit papiertje krijgt nu mooi de gelegenheid om in beeld te blijven. Zodat mijn bloemetjes nog steeds zichtbaar zijn. Mijn vriendinnetje wordt ook vastgeplakt. Met, oh, dit is nog een restje. Restjes. Ach, is hij precies met die niet kleverige kanten er vast komen te zitten. Zo. Yes. En nu ga ik die daar doen. Zo. Weet je weer die, de letters van, van dit is een beetje zo overgenomen. Met strookjes en zwart-wit en één kleur. En toen vond ik het dus nog te leeg. En toen ging ik dus bij de kaartje met de verjaardag cijfertjes erbij doen. Bij het hondje was ik namelijk begonnen met de hartjes erbij. En hier ga ik bloemetjes bij doen. En ik wilde er graag bloemetjes bij met 5 blaadjes. En die zit toevallig in deze splinternieuwe pons van de Petal Park set. Ook uit een paarse mini voorjaarsgids. En dit bloemetje ga ik uit zwart glitterpapier halen. En dit ga ik gewoon doen. Maar ik heb dus met die andere kaartjes het zwarte glitterpapier op deze foam sheets geplakt. Dat is gewoon breed. En dan ga je dat stansen door de stansmachine. En dan kun je heel leuk en heel makkelijk leuke 3D zwarte glitterdingetjes. Ik laat je de andere voorbeelden nog zien, hè. Dat staat gewoon leuk. Als het helemaal daaronder helemaal gevuld is met dat foam. Dat staat heel mooi. Dan komen die cijfertjes bijvoorbeeld ook heel mooi uit. Ik maak daar 1 bloemetje uit. 2. En na 2 komt 3. Oh, dit was geloof ik niet helemaal goed. Dat was nou weer net jammer. Even een beetje geconcentreerd. Zo. Dat is wel goed gedaan. Het is altijd wel dat je meteen ook allerlei rommel erbij ponst. Hier zijn mijn bloemetjes. 1, 2, dit is mislukt. 3. Zo. Dan heb ik dus hieronder weer zo'n plakkert gedaan. Waar zijn die grote nou? Waar heb ik die nou weer? Oh, wacht eens even. Heel mooi zwarte bloemetjes met zwarte dimensionals. Die hebben we namelijk ook. En dat staat helemaal lekker mooi. Deze is toch een klein beetje, dat geloof ik, dat blaadje niet helemaal volledig geponst. 1 bloemetje hier. Ach, daar lagen ze, ja. Zover. Ik ben er weer eens wat kwijt en waar ligt het gewoon voor mijn neus. Maar deze zwarte, dat was wel heel handig, want dat staat wel mooi. Zo, moet ik daar nou nog eentje, jongens? Zit dit al vast? Ja, ik hoor het papier. Ik vind het mooi laten zitten. Nee, ik vind als ik die daar doe, dan wordt me te vol. Nee, zo doe ik het. En om het zwart een beetje te breken, heb ik daar dus witte plakdingetjes op gedaan. En bij alle kaartjes heb ik ongeveer allemaal gebruik gemaakt van dit. Deze zijn heel leuk. Die zitten in die producten bij de motor. Dat zijn de zelfklevende steuts. Die zijn erg leuk. Mooi glanzend. Deze zijn ook mooi shiny. En dat zijn de enamel dots, lakpuntjes. En dit heb ik ook gebruikt. Kom straks voorbij. Dit zit allemaal decoratie. Dit komt allemaal uit de nieuwe voorjaarsgids. En dit staat in de jaarcatalogus. Dan zijn de grote. Ik heb alleen nog maar kleintjes. Dit zijn doffe. Doffe dingetjes. Het zijn toffe, doffe dingetjes. Het is wel een heel klein hartje, maar
Het is altijd moeilijk om iets op glitterpapier te laten kleven. Maar hier zit van dat glue dot onder. Dus daar heb ik meestal wel veel vertrouwen in. Zo. En om het even af te maken, gaan we even naar de binnenkant toe. Waar is mijn Swimming Lady Goose? There she is. En hier is mijn zwarte inkt. Ook eventjes het zwaantje aan de binnenkant. Weer in de linkerhoek doe ik dat. En wat ik dan ook leuk vind, is dat ik daar dus die drie zwarte draadjes heb lopen. En dan plak ik daar één zo'n glanzende bloem bij. Zodat buiten en binnen elkaar ontmoet. Doe ik dat ene recht afgesneden, per ongeluk geponste stukje daar. Dan loopt dat lekker recht mee met dat draadje. En dan is dit een strakke zwart-wit kaart met lekkere schuine stukken. En wat dus heel handig is aan schuin plakken, is dat het ook een truc is om een klein beetje verkeerd gesneden papier toch mooi te gebruiken. Want stel je voor je hebt een van deze laagjes, niet de bovenste is misschien een beetje tricky, net een beetje schuin gesneden. Dat kan er ook overkomen als je een kaart aan het maken bent. En als je alles recht netjes mooi recht doet, dan zie je al heel snel dat als je een ietsje millimeter of twee schuin hebt gesneden, dan is dat hele kaartje eromheen eigenlijk niet meer helemaal top. En als je dan de handel scheef gaat opplakken, hoef je niet helemaal opnieuw te beginnen. Dan kun je dat ene schuine stukje gewoon gebruiken, want dat zie je dus bijna niet in dit concept. Hier moeten nog even vier zwarte dingetjes opkomen, vind ik. En dat worden deze keer deze zwarte puntjes. Want dat vind ik dan zelf wel hier. Dit moet even afgemaakt worden, de voorkant. Zo. En dan zal ik je nou nog even wat andere voorbeelden laten zien. En ook producten die ik daarbij heb gebruikt, zodat je een beetje een beeld krijgt van wat je allemaal wel niet kunt doen en maken en weet ik veel wat. Dus, dit is... Ja, ik vind hem leuk. Oh! Ik heb hier nog een tekst. En die tekst, jongens, dat hallo ook. Het hallo en de tekst die ik nu ga gebruiken. Die komt uit deze nieuwe toffe stempelset. Per 1 maart gaan we iets nieuws doen bij Stampin' Up. En voor demonstrators is het altijd een maand daarvoor beschikbaar. Zodat wij alvast kunnen kijken en oefenen en dingen ermee maken. Op 1 maart krijg je een online aanbod. Dit is alleen maar online. Er staat niet in een gids. Dit is tijdelijk. En daar krijgen wij in Nederland dus de Blij en Bloemrijk stempelset. Dat is zo'n rode rubber stempelset met die kleefstickers. Hele leuke teksten en mooie bloemen daarbij. En daar is ook een fantastico stempelset, stansen set met dit, jongens. Dat ziet er erg leuk uit. Ik ga er lekker iets mee bedenken. En dit komt vast nog eens terug in een filmpje van Stampin' Up in het zonnetje. En hier hoort ook bij dit pakket aan papier in dezelfde stijl. Is nog niet open. Blijf nog even iets verborgen. En dat komt later in een filmpje wel terug. En ook tegen die tijd dat het zover is dat je het kan bestellen, dan ga ik wat meer aandacht aan besteden. Wat hier nou zo leuk aan is, is dat aan de binnenkant van deze kaart, ik dus met hallo hallo vriendin, een hele leuke tekst heb. En dat is deze tekst. En die ga ik proberen daar dus recht in te krijgen. Ik geloof dat als ik denk dat die recht is, dat die ook echt recht is in deze keer. Dus doe ik weer met dat fresh spray. En ik plak hem hupsiekee daar neer. Hij is scheef. Potjandulemi. Dat wil niet altijd geluk hebben, hè? Dat is het risico van als je rechtstreeks op de kaart gaat stempelen. Maar daar hebben we dus natuurlijk weer iets op bedacht. Een strookje. Wit. Die is ook scheef. Dus blijkbaar gaat hij zo scheef. Dus moet ik dat blijkant
Als ik denk dat die recht is, juist wat naar beneden doen. Dus even kijken of dat werkt. Yay. En zo is een mislukt stempeltje aan de binnenkant heel snel weer weggewerkt. Oeh, ik denk ik snijd toch niet per ongeluk die tekst door, hè? Dan blijven we bezig. Even kijken of nou de goede kant. Of vind ik ze nu uiteindelijk allebei wel goed? Is dit nou scheef of niet? Ja, ik vind dat die tegenrechter is. Zo. Ook weer opgelost. Zo blij. Zo ontzettend blij met iemand zoals jij. En zo is het. Toch leuk om te versturen. Oké, deze hebben we gemaakt, hè? Met dit shimmerpapier. Komt dus in de kleur paars. Daar hebben we nu, heb ik ook deze met de gansjes meegemaakt. Hier heb ik dan een stukje draad onderdoor gedaan. En de thank you, die heel handig is uitgestanst, die komt uit deze set uit de jaarcollectie. Dat zijn allemaal leuke teksten, hele verschillende teksten. En bij elke tekst zit een stansje, zodat je hem netjes kunt uitstansen. En nog wat leuke extra stansjes. Dus daar komt mijn thank you vandaan. En hier heb ik een strookje paars op paars gestempeld. En dat sending a big honking thanks, dat hoort bij het silly goose. En hier weer de glimmertjes. Daar zit behalve die kleur, dus ook nog dat lichtblauwe in. Die had ik je al even laten zien. Oh nee, grapje. De groene zit daarin. Die had ik je al laten zien. Deze kleur. Groen. En daar zit ook in goud. Daar heb ik ook wat mee gemaakt. Daar heb ik dit mee gedaan. Zwart, wit en goud. Vind ik heel leuk geworden zelf. Dit is ook dat met z'n allen papier op de achtergrond. Hier heb ik natuurlijk heat embossing gedaan. En dat is natuurlijk de tuinfluiter, de Nederlandse set. Geponst met de bijpassende pons. En hoera, weer gebruikt uit de warm welkom. En de cheap cheap hoera zit hierin. Dus zelf word ik hier wel blij van. Ook hier, even aan de binnenkant, het vogeltje. Dat heb ik natuurlijk bij dit kaartje met de gans ook gedaan. Die kan ook aan de kant. Dan heb ik natuurlijk ook nog even weer de Love Cats uit de kast gepakt. En hem hier met heat embossing goudkleuren gemaakt. Oh, die is ook ergens blijven plakken. Hier hoort ook een rondje op. Twee paaltjes gemaakt met een rondje erop. Waar die tussen hangt en de waslijn. En de hang in there, die komt uit deze stempelset. Hang in there, van de Wisteria, de blauwe regen. Dus ja, deze stuur ik misschien niet weg. Even dat rondje weer terugzoeken. En dan hier ook, hè. Everything will be okay. Komt uit dezelfde set die ik je net liet zien met al die Engelse teksten. En nog even het pushje in het hoekje. Dus hang in there, everything will be okay. En dan hebben we natuurlijk nog dat ribbelpapier. Dat was dus lichtblauw, wat we hier hebben gezien. Dat was ook in het Shaded Spruce, groen-blauwige kleur. En hier heb ik de gansjes in even box. En dan woehoe, die komt ook al uit deze set. Want die had ik dus blijkbaar eens even lekker op de tafel. Toen ging te bleken daar heel veel veelzijdige tekstjes in te zitten. Gewoon echt voor allerlei gelegenheden en leuke letters. Dus ik heb hier woehoe, blij voor jou. Blij voor jou zit in die nieuwe Blij en Bloemrijk stempelset per 1 maart. Dus sterretjes, daar kon je hier nog, waar is dat stukje gebleven, zie je? Die sterretjes uitgestanst op het foam tape. Zie je wat ik bedoel? Oh, kijk eens even, wat zit daar? Het rondje van de paal, waslijn. De waslijn. Waar is mijn poesebeest gebleven? En dat bedoel ik niet die echte hier, die zie ik ook wel, die zit hiernaast. Die moet daar, er zit opeens wat onder. Dat vind ik net leuker. Dus blij voor jou. Ook even weer aan de binnenkant gedaan. Hier is de blauwe streep tekst weer met de thanks, thank you. En de big honking thanks. En hier zie je die zwarte dingetjes van die studs. Hier met een zwart glitterlintje gedaan. En natuurlijk weer
Dit vind ik dan zelf leuk aan de binnenkant, dat het lintje daar dan zit. En deze heb ik ook gemaakt. En die heb ik gemaakt met deze set uit de ja-catalogus, Glad With Friends. Met dat lieve caviaatje. Even 3 uitgeknipt. En hier zie je kleine bloemetjes. Die bloemetjes komen uit deze stansen set voor de hortensia's. Dus die zijn leuke kleine bloemetjes. Die. En de heel veel beterschap. Even in stukjes gestempeld. Komt uit de vlinderliefde, ook uit de jaargids. En ook hier natuurlijk weer even de 3 caviaatjes zitten. En dit was het dan ongeveer wel weer. Ik denk dat je nu wel weer lekker veel hebt gezien. Nu zoek ik natuurlijk mijn beginpunt. Dat was deze. Nee, mijn beginpunt was die. En dit is mijn eindpunt. Dus ik zou zeggen, zie je dat het ook heel leuk is zonder dat draadje. Dan kan die er ook al mee door hoor. Ik ga dus dit weer lekker opruimen. En ik zou zeggen, ga ook eens even lekker scheef plakken. Heel veel plezier met je eigen creaties. En heel graag tot een volgende keer. En je weet het, als je vragen hebt, gewoon even contact opnemen. Je kunt ook altijd mijn nieuwsbrief nog aanvragen via mijn website. Heel graag tot een volgend sommetje. Doei!